Goeiebidje gemeente, Har Christus, gasten in het midden, tegen welkom in deze eretjenst. De tjenst werd laat door dominee Elverdink van Jestermaar. Er zijn hier twee collectes. De collecte in de tjenst is voor de diakonie en de collecte bij de door is voor het college van kerkrentmasters. Ek als je thuis mij hartje, kun je een bijdrage aan onder collecte, terug een bedrag uit te maken op de bankrekening van de diakonie als kerkrentmasters. De nummers staan voor in het kerkenbladje en ik bij de YouTube-uitsturing. Het introslied van deze medje is Psalm 93, vers 1 en 2, en is geen uitdruk op de liturgie. Dan wens ik de kerk hier, die hem alle jaren hier in het kerken, en ik harden dit nou als letter elders deze tjenst mij illustreren, een gezegende tjenst daar. Thank you.
Vaak beziek ik een intochtslied te zieken, te vinden, dat ik aansluit bij de inhoud van de preek. Nou, dat hield ik van deze psalm. Daar gaat het over de rivieren die te slaan en omheeg riezen. Maar sterker als de stream en masker als de zee is God de Heer, die het wien en wettervloed de theem onleidt. In het Nederlands is die zijn voet plant op de nek van deze watervloed. Nou, we lezen van de media het verhaal over hoe Jezus oer het wetter rinnend naar zijn leerlingen tak komt. De Heer is sterker als wien en wegen. Zullen we met elkaar bidden om de leiding van Gods geest? Heere God, hemelske heid. Goed is het om de naaie wieken weer met jou te beginnen. Troch het Rijnwetter heen gauw naar binnen ta, want daar is het droeg, daar kunnen we schoelen. Sowieso is het een goed plak om in het kerken te wezen. Dan maaien we schoelen bij jou. Schoelen en ik, ja, ons voeden litten. De wieken met jou beginnen, dat is een goede zaak. Want een goed begin is het hele werk. Tegelijk moeten we belieden dat het in ons dwaan en litten in ons leven als christenen trode wieken, dat het wel eens een beetje bij heel werk bloeit. We binnen op snijden morgen, op snijden middag komen we dan wel naar het kerken, maar van mendje onder mij zaterdag ben we dan ik altijd christen in ons dwaan en litten. We belieden dat zo een protte onder verbetering wijs. En we bidden jou, willen jou eens verjaan en willen jou terug jouw geest daar in werken blijven, dat we daar in groeien maaien. Om jouw geest bidden we ik voor de dienst van de media. Heer God, willen jou eens helpen om al te stemmen op jou. En zodat we dat met de radio's op z'n dwaan maken. Goed de zender opzieken, dat we het duidelijk verstaan kunnen. Nou, dat we zei ik al stemmen op jou. Dat we jere wat jou in jouw woord, uws mij aanvullen. Dat we het jere, goed jere, dat we het verstenen, maar dat we het ik beziek je dat te passen in uws leven. Heere God, willen jou deze dienst zegenen. Dat het voor uws en dat we voor mensen om uws heen, voor de wereld om uws heen, dat we daar een zegen wijzen kunnen. Wil u ons spreken? Wil u ons trunen? Wil u bemoedigen door jouw woord en geest? Amen. De lezingen binnen uit Psalm 107, vers 23 tot en met 32. En uit het evangelie, Matthäus 14, 22, onder mij 33. Bij Psalm 107 vertelt het verhaal van verschillende mensen, verschillende groepen mensen die in een noodsituatie te lanen komen. En dan uiteindelijk de Heere God onroepen. En we lezen over een van die groepen, dat bij mensen die op zee binnen. Weroren voeren mij schippen op zee, drouwen handel op wierde wetters. Die haven van de Heere dieren zoen en zijn wonders in de diepte. Hij spreek en bestelde een stwarmwien, die jagen de wegen omheeg. Ja, riesden hemelheeg en voelen in diepten, en joegen de moed verlen in sok neet waar. Ze tommelen en skommelen als een dronken man en haar zeemanskunst wie je om een nocht. Maar doet ze aan de Heere rapen in haar neid, verloste hij ze uit haar engsten. Hij liet de storm bedarjen, dat de wegen van de zee joegen haar del. Ze wien het blied dat die belunen en hij bracht haar naar de begeerde haven. Ja, maatte de Heere tankje voor zijn gunst,
om een wonders om mensen dienen. Hem heeg zetten in de geerkomsten van het volk. Hem huldigen in de geerzit van de oudst. Ons af hier de eerste lezen. Van de morgen ga ik in het Nederlands spreken over deze bijbelgedeelte. Maar mooi ik zat het in het Friesk oerzet is. In vers 26 bigeliks. Ja, riezen omheen en voelen in de diepte en ze joegen de moed verlen in sok niet waar. Joegen de moed verlen in sok niet waar. Nou, de tweede lezing uit Matthäus 14. Voort nijtiet joeg Jezus zijn leerlingen warder om boord te gaan en naar de orenkant te varen. Willens koer zelfs het volk naar huis te sturen. Nijt er de mannigte geen letten hier, gong er bij de berg op om alleen te wezen en te bidden. Het wie al let in de joen en nog ziet er daar alleen. Onder wielens wie de boot al gazen aan uit de wal en hier het slim te kraaien met de wegen, ze hingen in de wien. De nachts, het wie al in een nijnacht, kwam er oer het wetter naar haren ta rinnen. De leerlingen zagen hem oer het wetter aankomen. Ze rekken van zijn stel en zeiden, het is een spook en van benauwdens raasden ze het uit. Maar voordadelijk roep Jezus haren ta, stil maar, ik ben het. Wees maar net bang. Petrus antwoordde, Heer, als jou het binnen, zis dan dat ik oer het wetter bij jou komen mat. Jezus zei, kom maar. En Petrus gong uit de boot en roen oer het wetter naar Jezus sta. Maar doet er murk hoe een stik wien at er stie water benauwd. Hij begon te zinken en roep loert, Heer, help me. Op slag stiek Jezus de haan uit, griep hem beet en zei in hem, wat een beetje vertrouwen, waarom bist doch sa onwis? Doet ze in de boot stapten, gong de wien lissen. De man in de boot voelen voor hem del en zeine, ja, jou binnen de zoon van God. Ons af hier de lezing van de media. Van de preek gaan we maar elkaar jongen. Uit weerklank, je hoeft niet bang te zijn. Nou, die staat in het Friesk, ik in het naaie lierteboek. Zit nou maar net in nood, al giet de storm te keer. Gemeente van de Heer Jezus.
Als geen nood gezeten geen uitkomst ziet, wil dan nooit vergeten, God verlaat u niet. En dat bekende lied, nummer 10 uit de bundel van Johannes de Heer. Ik kan me nog wel een beetje heugen dat ik die leren moest bij vrouw Helmers op orgelles om die te spelen. En de woorden van dat lied zie ik jij er al wel leert op de snijskwallen in de pijn. Maar dat lied, hè, als geen nood gezeten, dat lied wel eens op het hart binnen. Dat wat u in het leven ik oerkomt, God let u nooit in de steek. God let u nooit in de steek. Maar ja, of dat ik altijd zo viel, en dat wat ik altijd zo ervaren kan met de dingen die we mij maakje in ons leven, dat is een twaalf. Want er kan soms ook tieren wijzen, periodes in je leven, dat je denkt, ja, maar waar is God nou dan? Soms dat die van God en mensen wol verlitten vielst. En dan denk je, ja, dat klopt ook wel, in de Bijbel is dat ik al zo, want de Heer Jezus, als hij stiet aan het kruis, dan zong er net Johannes de Heer nummer 10, als geen nood gezeten, God verlaat u niet. Nee, dan zong er net uit Johannes de Heer, maar dan citeert er in je van de lieden uit het psalmboek. Psalm 22. Mijn God, waarom ha jo mi verlitten? God verlaat u niet. Waarom ha jo mi verlitten? Als geen nood gezeten. Nou, Psalm 107 vertelt ik hoe verschillende groepen van mensen die op een starting in nood komen. In een schroeiende hittens en droegens in een woestijn. Dat ze omkomen van honger en toorst. Hey, ik moet even denken aan de deal die Europa sluiten had met Tunesië. Met die bootvluchtelingen die de Middellandse Zee maar oorsteken. En als ze dat regelen dat Tunesië ervoor zorgt, zal dat ze dat net meer doen. Nee. Ze beginnen nou net in gammele bootjes de Middellandse Zee oer, maar de doorkant dropt in de woestijn. En red er maar mij. Een tweede groep, die het in Psalm 110 neemt wordt, is mensen die het zien beter weten in, al Gods geboren aan de kant lezen, aan de kant schouwen. En dan op een gegeven moment hopeloos verst rennen. En het gedeelte dat wie lezen zuiver kret, dat vertelt van zeelieu. Mensen die de grote zeeën bevaren, kundig binnen en oesa ervaren, een proto ondervinding. Maar ja, als de zee echt tekeer gaat, zelfs de meest robuuste zeelieu, die kunnen dan lietsman worden. Als de wegen echt heeg genen. We lezen zuiver kret. Ze rapen in haar angst. Ze rapen in haar angst. En dan staat er in de psalm ik. Dat God de storm delbedet. De wind en de wegen het zwaaien opleidt. En dat doet voordadelijk denken aan een verhaal dat we kennen uit het evangelie. Het verhaal van een storm op een mar. Maar dan zitten we al in het Nieuwe Testament en ik wil nog even blijven bij het Oude Testament. Ik wil nog even wijzen op vers 30. Dat wanneer God de wien en de wegen bedaren bracht had, dan staat er ze wienen blier dat die belunen. En hij bracht haar naar de begeerde haven. Hij leidde hen naar de haven van hun begeerte, stierde in de NBG-vertaling van 51. En dat is een gedeelte dat lees ik dan, ik zal nou en dan wel mijn meisje in de laatste fase van haar leven. Hoe die storm en de wegen en, maar dan benam ik deze versen.
dit vers. Hij bracht haar naar de begeerde haven. En de Urkervischers, die jongen ik, hoe een haven van rust. En dan vind ik mijn lust in die haven van rust en vrees voor de stormen niet meer. De kracht van de orkaan jaagt geen angst mij meer aan. Ik ben veilig bij Jezus, mijn Heer. Hij bracht haar naar de begeerde haven. En dan eindigt het gedeelte dat we lezen uit Psalm 107, eindigt met de woorden: ja, maar de Heere tankje van zijn geest, om een woenders om mensken dien. Hem heegzet in de geerkomsten van het volk, hem huldje in de geerzit van de oudsten. Het eindigt met een lofprijzing. Maar een refrein dat vier keer in deze psalm weer omkomt. In vers 8, 15, 21, 31. Ze moeten de Heere loofje om zijn trouw, hem heegzetten, verheffen. Dan de oerstap van Psalm 107 naar het Nieuwe Testament, naar de lezing uit het Evangelie. En wat ik al zei, de storm te bedaren brengen, del bergje, dat doet denken aan de storm op een mar. Maar het is van de media net dat verhaal dat we lezen, ha? Nee. Want dat verhaal staat in Matthäus 8, de storm op een mar. We lezen van de media Matthäus 14. Want in dat verhaal van de storm op een mar, daar is Jezus zelfs met zijn leerlingen aan boord. Dan leidt er op het achterdek te sliepen, daar met zijn wekkermaatje. Heer, kan het jou dan niks skillen, alles wat we mij maatje? Ik dat is een gedeelte trouwens, dat ik wil er eens lezen in het pastoraat. Dat we ik de vraag ga, Heer God, met jou nog zien wat we al je trommeltje matten. Het in en uit het oren, dit is een slimme ziekte. Of het verlies van. Loeken jou je er dan niks van om? Lid het jou koud? Ja. Maar daar is Jezus mij zijn leerlingen in de boot. In het verhaal van de midden is dat oors. Daar ben de leerlingen van Jezus, zijn volgelingen binnen mij en waar onderwijs in het skip. Het skip van de tjerken dat naar de naaie moantiet vat, onderwijs is, naar de orenkant. Jezus zelfs is er net bij. Nee, want die is de berg opgingen om te bidden. Om dicht bij zijn hemelske heid te wezen. Hij is op de berg, hij is der boppen, u is voorspraak. Bij de Vader. En wie als zijn volgelingen, leerlingen, wie binnen onderwijs? Er is een oorlied. We hebben vader, zoon aan boord en veilig strand voor oog. Maar dat is in dit verhaal is dat dus net zo. De zoon is net aan boord bij zijn leerlingen. De zoon is op de berg, dicht bij zijn hemelske heid en zijn leerlingen binnen onderwijs. Beeld van hoe wie ik tjerke binnen. Want Jezus is mijn hemelveert die naar de hemel gingen. Ja, en hij had dus beloofd, ik kom waarom. Ik kom naar Jemta. Maar wie wrakslie ik in uw stiert mij tjen wien? Is er nou dan gaat het tjerke vader wien, zulke tieren had er west? Maar de tiertgeest van Sint-Wurg, het is dreig van een protestjerken. Het is lavierje om onder de wien op om voor u te komen. Hij zei, drie weken ons koetsjesiel west daar aan een weekend in Friesland. En ik hou er zelf ook wel van. Maar het ben juist de cruiserakken die het spannendste binnen, want dan komt het er meest op aan. Van de wien wil het wel, maar onder de wien op. En onder de wien op, dan moet jouw lavierje. Kerk overstag, een jongerenorganisatie die dat ik beziekt. Hoe vinden we nog wel de aansluiting bij de jongerij? Nou, zo binnen de volgelingen van Jezus, net al in het doel, maar ik nou nog,
binnen we onderwijs naar de orenkant, naar de nieuwe moor, naar het koninkrijk van God. In het verhaal zocht Jezus zijn volgelingen wrakselen. En daarom komt er naar haar ta. Er staat dat het al tsjin de moon is als er komt. In het Grieks staat er dat er komt in de vierde nachtwaken. De Romeinen die verdeelden de nacht in vier periodes. Ze zeggen van zon jongs tot zien jongs, van zien tot ingen, dan van ingen tot vier en van vier tot zon. Vier nachtwaken. Zijn de nachtwachten die lossen haar elkaar dan al steeds drie uren wacht horen. Nou, er is een gelijkenis dat Jezus het hart over een Heer die het weer omkomt van de bruloft. En dat zijn knechten dat die dan opbluwen matten en wekker bluwen. Ook wanneer er in de tweede of in de derde nachtwaken komt. De tweede, dat is tussen tsien en injen. De derde is tussen injen en fjouwer. Maar hier komt er in de vierde nachtwaken. Dan is het als in de maaltijd. Dan wordt het al starig onlucht. Ja. Jezus komt naar zijn leerlingen ta. Maar ze herkennen hem net. Ze zorgen net dat hij het is. Ze herkennen hem net. Of dwarren ze het net te liauwen dat hij daar aankomt. Dwarren ze daarin hun het en hun gevoel net te volgen. Dwarren ze net eraan te liauwen dat in de verhalen en de beelden van de Bijbel en in de lieden die we zongen met elkaar, dat daarin de Heer Jezus zelfs naar je stak komt. Dwaren ze het net aan om te liauwen, de lieden die we zongen, de psalmen, Johannes de Heer of opwekking. De leerlingen van Jezus, ze meenden dat ze een spook zagen, zoals je er. Ja, dus je spoken. Dat deed er net. In het Grieks staat er een woordje fantasma. Fantoom. Phantom of the opera. Maar fantasma, als ik fantasie. Verbeelding. Ah, du beeldst je wat in. Waanvoorstelling. Schien. Wat is dit? Waar is dit? Is dit echt? Als ik nachts wekker lis en denk dat God mij mee bezig is, wanneer ik wakend in de nacht mijn geest bij u, Heer, laat vertoeven, ah, zou dat echt wezen? Waar ben ik om te denken dat God mij mee dwaande is? Of engelen. Bestaan die? Maar als ik daar een bepaalde ervaring mee had, had waar ik dat aan mijn oren te delen, daarover te praten, ze zullen misschien wel vergek uit maatje. Al je van die stemmen en tjenstemmen, loeren en tjenloeren die het in je hol en in je het. Haar jarenlitten. Voor, tjen, is het wel, is het net? Maar dan is er in het verhaal ik de stem van Jezus. Boppen de storm en het geweld van wien en wegen. Boppen dat hinnenwerslingeren worden van uw eigen gedachten en hoe zit het nou? Klinkt er een stem. Wees maar net bang. Al gaat de storm nog zatte keer, wees net bang, ik ben het. Ik ben dit ik ben en ik zal er wijzen. Ik ben er. En dan is de reactie van Petrus. Heer, als jou het binnen. Bij de tarieving ik even iets van. Wat nou, Petrus? Heer, als
jo het binnen? Luister het dan net. Waarom nog aarzel je dan, Petrus? Als jo het binnen? Nou, maar letter ziet iets in. Ja, wacht even. Ik net al te stellig wijze, dominee Elverdink, oer Petrus. Want liauwe, geet dat ik net heel vaak dat er dan even zo goed wil wat vragen en zo nou en dan wat aarzeling is. Want liauwe is net altijd zeker weten, ja, in die zin, net zeker weten zat de wiskunde de dingen zeker wit. Die kan dingen berekenen en dan klopt het tot drijf jou vier cijfers achter de komma. Nee, in het liauwen gaat het denk ik om een orenzekerheid. Ik zit bij de tarering te denken om de zekerheid in een relatie van mijn vrouw en ik onder een war. We loeken nou zo lang maar elkaar op, maar ik van, ja, na een tijdje dan haal je dat vertrouwen. Ik ben mal met die, doe best mal met mij. We kunnen op elkaar bouwen. Want de haast van mij, de haast van de huishouding. En we hebben elkaar trouw beloofd. En op basis daarvan vertrouw ik erop. Dat is dat morgen en orenmorgen. En zolang we leven maaien, dat er wezen zal. Ik kan het net bewijzen. Nee. Het zou morgen wel oorzijzen kunnen. Maar ik vertrouw erop. En dat vertrouwen is ik opbouwd, zag ik in de waai. Vertrouwen. Nou, zei ik hier. Maar ze nou en dan. Het kinder binnen het liauwen, ik wil eens vragen wezen. Het is geen zeker weten zat de wiskunde de docht. En toch hoop ik dat wanneer er vragen en wil er eens een beetje twijfel is, dat we in het liauwen, dan toch ik weer uiteindelijk weer Jezus en God het voordeel van de twijfel jouwen. Want twijfel en twijfel, ja. Je kent een hele protte dingen. Je kunt uiteindelijk ken je alles in twijfel loeken. Dan kijk ik twijfeling in van, nou, zo Jan in morgen, oren morgen, na je weekend, dan wil bij mij wezen. Maar dan heb je leven meer. Dan zei ik maar God en liauwen. Ik ga wel eens zijn, je kunt alles in twijfel loeken. Maar daar kies ik net voor, want ik ken me beter door de Heer God uit het moeras van al mijn twijfels en vragen en aarzelingen loeken litten. Dus net God en geloven en die lieten en de verhalen, het alleer in twijfel loeken van klopt het wel? Nee, ik liet me graag door God, door Jezus, uit het moeras van mijn twijfels loeken. En dan vind ik het mooi dat Petrus dat docht en zat het verhaal het vertelt. Het begint al maar de stap die Petrus eerst zet. Dat Petrus zei, als jou het binnen heren, sis dan dat ik naar jou tak komen maai. Als jou het binnen, misschien zit er iets van aarzeling in, maar er zit ik de overgave in, de tafvertrouwen. Sis mij dan dat ik oer het wetter naar jou tak komen maai. Sis jou het dan maar, dan zal ik het dwaan. Op jou woord vertrouw ik. En dan vind ik het mooi. Het mooie van mijn werk is dat ik die verhalen uit de Bijbel, ja, in de studeerkamer ben ik daarmee bezig. Wat stiet er, wat betjut het? Maar gelukkig komen die verhalen net alleen in de studeerkamer komen ze voorbij, maar ik in het pastoraat. En zei ik mij dit verhaal. Ik had ooit een keer lezen met een vrouw in Bruggelenkamp. Een vrouw op leeftijd en ze wist ik haar net zo bot lang meer. En ik kees ervoor na het gesprek om dit verhaal maar elkaar te lezen. En doet ik het lezen hier, ik hoorde zelf net zo volle meer te zien. Want ze zei, dominee, dat zei de Heer Jezus nooit tegen mij. Stap maar uit de boot. En kom maar oer het wetter van de dee hinnen naar mij ta. En zo, dan kun je praten over Bijbelverhaal. Klopt het? Klopt het? Klopt het hier, hè? Klopt het hier, hudder klopje. Hoe wil je geloof bewijzen? Nou, hoe wil je trouw bewijzen? Hoe wil je bewijzen dat mensen houvast hebben in leven en in sterren? Een jennige, unieke treest. Ik vind het prachtig. Dat ik in mijn werk zulke mensen zien komen maken.
dat God mij dat jouwt. Ik had letterlijk wel weer broek zien op de intensive care in MCL in Ljouwert. De man deed het om gier. Ja, we weten net wat hij er nog voor mij kregen had. Maar we hadden het gedeelte lezen en een gebed mij dienen. En ik had er iets van zijn. Over samen we in vertrouwen ik uit het leven stappen. En toen we rondwien op een familiekamer, zei de vrouw en benamen ik de band. Die zei, wat is dit mooi. Wat rekket dit diep. Wat haar verhaal uit de Bijbel dan een zeggingskracht. Van de morgen hebben we in het dienst een opwekkingslied op een biemer komen dat meisjongen. U leert mij lopen op het water. Maar stijbi denk ik gewoon. Veske regels die we vroeger leerden. Lintje leerde Lotje lopen langs de lange lindelaan. Als dominee denkst dan dan hoe naai en dan denkst ja, zoek daar ik wat op betekenen kennen. Kun je in het Nederlands hier trouwens steen, want in het Fries keert het dan weer net al heel dal op, maar de geest van een genadige God leert een gebrekkige gelovige te gaan in geloof. Ja. Een vrouw in Bruggelenkamp. Dominee, dat zei de Heer Jezus nou ik zie mij. En zo, dan lijst zo'n verhaal dus net onder de loep van een exacte wetenschap. En dan helden ze het net oer de sauwers, dat we dat vroeger bij justitie dienen en wie we naar de klaar was om hier appels te helden. En de lietse iepeltjes moesten er wat uit, dus die kan oer de sauwen en die lietse iepeltjes die konden naar het feta. Die voelen toch de mans is maar. Nee, want als we het oer de exacte wetenschap hebben, die erbij helden, die zeggen ja, maar hou even dit verhaal. H2O, het soortelijk gewicht van water is nog altijd minder heeg als het soortelijk gewicht van het menselijk lichaam. Want het menselijk lichaam besteedt wel van 65% uit water. Maar de rest, de bonken, de spieren, dat is zwitter als dat. Het soortelijk gewicht. En dat had de exacte witte schip. En het is heel knap wat ze presteren, juist de oren en eeuwen en de laatste decennia, ik nog weer, heel knap wat ze presteren. En daar had ze gelijk aan. Ja. Maar er is nog een oorgeliek ik. Een oorgeliek dat net minder belangrijk is. Want ja, uw lichaam is zwetter als wetter. Ja, dat weet ik ook wel. Ga ik wel zwommen in de Leien en in het Pijnder Kanaal. Maar wist wat ik wie hier is? De hopen houdt het langer vol als de wanhoop. En leefde, wat er echt leefde is, dan kist de Gerre een hele protte zwerigheid noemen. En het licht is altijd weer, zeg maar, na elke naaie moon, het is altijd weer sterker als het zuster. En ik leau, er is een levende Heer die sterker is zelfs als de dier. Want het had peers geweest en het zal peers gehuren. Dat kan ik net lieke keihut bewijzen als ien en ien is twa. Nee, maar dan is er ik zei iets nog van. Twee is beter dan één. Maar een trijevoudig snoer, dat zal net gauw breken. Mooi, Petrus die zei het, als jou het binnen, sis mij dan dat ik naar jou takomme mij. En gemeente, zo, dan vreeg ik me nog, oh, wat had de reactie van de oren west? Doet Petrus steen gaan en uit het bootje stapt. Hoe had ze reageerd? De oren. Had een van haar erop een, hé, hey, bist ook gek, we zijn toch maar bezig, jong. Of had er in je west, die zei, Petrus, nou bist toch een beetje al te zeer in de Heer. Was het net hoe druwen? He, want er is wel in je van de psalmen die het zei, Gods welgevallen doet ons grote dingen wagen, maar
om dit nou te wegen, Petrus? Had ze bezocht hem zin te horen? Of zou ik wijzen kennen dat er iemand tussen zitten had die tocht het? Nou, Petrus. Nou zullen we eens even zien hoe dit uitpakt. Hij meende altijd dat er al heel wat weer, altijd de moelen. We zullen zien. Ja. En dan hoop ik, gemeente, dat je hem snappen, dan, dat ik het dan net alleen nog maar ha hoe de leerlingen toen bij Jezus in de boot. He? Dit onderwijs weer, nou ja, Jezus zit net in de boot en wie daar op het wetter. Die kwam naar hen toe. Maar dat het net alleen maar gaat hoe de leerlingen toen en hoe ze op elkaar reageren, maar dat het ik hoor Jezus volgelingen en leerlingen joert daar gaat en hoe wie mij elkaar omgaan. En de een vindt dit belangrijk en de ander zegt, ja, maar dat is het hulendal. En de een wil opwekkingslieden zingen en de ander zegt, nee, de psalmen, liefst in oude beriming. Of de een gaat naar de Jennewaalse roemte en de ander zegt, nee, het confessioneel beraad. Of de Noordermannen. En de een zegt, de kerkentjenst op Snijn, dat is het belangrijkste, dominee. Want dan stellen we u onder het wut. En dan hoort ze, ja, dat is ik belangrijk, de kerkertjes, maar de mienskip en het omschen naar elkaar, de mienskip ik op het dorp. Ja, we hadden kerken in het dorp, maar dan ben ik steeds meer grotere kerken in de grotere plakken. In Dokkum, in Drachten, in Ljouwen, de City Life Church, een baptistengemeente. Kees Kraaienoord is nou ik van doel. Hey, in Barneveld hadden ze dat, mozaïek. Nou, ik in Drachten was er zij iets opzetten. En hoe viel dat voor u dan? Als vliegen afvangen? Aarsen is het voor u waar daar ik heen? Of wollen we en dwarren we te ljouwen in die ene tjerke, in al haar verscheidenheid, als ze maar die stem van Jezus volgen wollen? Kom naar mij ta. Petrus stapt uit in geloof. Dat is een mooie bennenopwekking. Stap uit je boot. Durf op water te lopen. En ik neemde dat u leert mij lopen op het water. Lintje leerde Lotje lopen of een genadige God. Een genadige God leert een gebrekkige gelovige te gaan in geloof. En dat ben net alleen maar verhalen uit de Bijbel, maar dat ben ik verhalen uit het leven. In Bruggelenkamp, in MCL, op de IC. Ja, u leert mij lopen op het water, maar hoe geeft dat mij? Leren om te rennen. Dan val je eerst ik wel verschillende keren. Ja. Ik heb me nog levendig van de geest halen. Hoe mijn vrouw en ik in kalme zwijgen op een vlier zitten en de bensjes. Ik heb die in de plak. Jannie op de oren plak. Kom maar. Nou. En staren gewoon wat verder voort. Maar het geeft mij vallen en opstaan. Nou, dat is bij Peter Zixa. Als er de wien en de wegen zocht, dan zak het zijn geloofsmoed. Zak het hem in de skwon en zelfs zak het er ik zwaai in de golven. Maar dan is er die hand van Jezus die het hem beetpakt. Hè? Uw uitgestrekte arm houdt al uw werk in stand. Dat is diezelfde, Psalm 89, werd ik zuiver kritiker van zijn, in Versailles. Dit is in Versailles, in vers 8 staat er dan. Uw welgevallen doet ons grote dingen wagen. Maar hier in Versailles. Uw uitgestrekte arm houdt al uw werk in, houdt Petrus ik beet. Die hand. En let erop gemeente, het gaat er dan net om hoe sterk het uws geloof, uws leeuwen is. Ja, dus ik wil, voor een deel is dat belangrijk, maar het gaat net om dat uws leeuwen zo sterk is, maar het belangrijkste is dat we degene dat we inliouwen, dat die sterk is. En net het middel,
maar het doel, degene die we onklampen. En zo pakt Jezus Petrus bij de hand. En even later zitten ze in de boot. En dan bedt de storm, die bedt del. Maar, zit ik even te denken, is er daarna, nadat op de mar daar de storm del bedt is, is daarna in de boot misschien de storm oplaait. De storm van een theologische discussie. Van hoe zit dit en hoe zit dat? Dat Ian Sint-Peters zei van, haha jongen, nou meende dat is heel wat wie is, hè? Dat is toch in geloof al hele grote ding. Maar snoos even zien hoe het mij die gang. Of dat Ian, dat Petrus het in die oren zijn had. Tjonge jongen, wat ben je met labbekakken, hè? Nou, vreeg het Jezus komt naar u sta en die vreeg het u om naar hem ta te komen. En je bleef maar wat zitten. Op je bankje in de boot. Op je tjerkenbankje. Want ja, hij de men die dat altijd al. En paak en beppe ik al. En ik ging daar maar mij terug. De traditie. Hoe gaat het in de boot? Daar toen, in dat verhaal, daar weten we net van. Maar hoe gaat het in het schip van de tjerken dat onderwijs is? Wieren, mijlkoor. Ik vind het mooi hoe het verhaal eindigt. Want dat eindigt net met theologische discussies. Nee, het verhaal eindigt er mij dat er staat de man in het boot voelen voor hem del en zijn. Ja, jou binnen de zoon van God. Ze voelen voor hem del. En maakt ze hem groot. Psalm 107, dat refrein. Ja, maakte de Heere tankje. En hem heeg zetten. Mooi. Dat ik dat verhaal uiteindelijk daarmee eindig. Net mijn theologische discussie. Net mijn geharwar en gedocht. Maar dat ze de Heere groot maakte. En dat ze mijlkoor zeggen. Ja, jou binnen de zoon van God. En letten wie dat van de midden dan ik maar mijlkoord waan in de lieten dit besjongen. Lieten waarin Jezus zelf naar u stak om me wol, hè? En verhalen. Maar letten wie dat ik maar waan. En ik ga naar toch, ja, verhalen, lieten. Oor leerlingen die het onderwijs binnen, die binnen in de Bijbel volop, of in het lietenboek, in Johannes de Heer of oors, binnen die er genoeg, hè? Ja. Meester, hoe kunt gij zo slapen? Of als op slevend zee de stormwind om u loeit? In het nije lietenboek, wat in een protte tjerken broeken, is er ik een prachtig lied stil. Verberg mij nu onder uw vleugels, Heer, want als de oceaan zijn krachten toont, vlieg ik hoog met u boven de storm. Maar er is ik nog een oorlied. Ruwe stormen mogen woeden. In het Fries is dat, als de stormen om me beren, ben ik burgen bij mijn Heere. En ik stel voor dat we als amen op de preek, dat we dat lied met elkaar zingen beginnen. De Heer die mij ons onderwijs is, die naar zijn leerlingen doet takam en die ik naar ons ta. Komende waai is. Als we dat maar zoeken. En als we maar dichterbij komen zoeken in de verhalen en de lieten. Als de stormen om me beren, ben ik burgen bij mijn Heere.
We zongen als nog een couplet van dat lied als een liauwersbelijdenis. En ik wil je hem vragen om des bestingen te gaan. En dan lezen we de woorden van de apostolische liauwersbelijdenis. Ik derby. We mij ons verboen wieten met de kerken van alle eeuwen. De kerk op al die plakken, in al die verscheidenheid. Als ze Jezus maar volgen willen. En die kerken beliert. Ik leeuw in God de Heid, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn jenigst benne Zoon, uws Heere, die toen ontvangen is van de Heilige Geest, benne uit de jongfaam Maria, die het lid had onder Pontius Pilatus, kruisig is, stoon en begroeven, deltijn in het riek van de Deer. Maar op het derde dag opstingen van de deden, opveen naar de hemel dat er zit onder rechterhand van God de Almachtige Heid en dat er wij waarom komen zil om te oordelen de libbenen en de deden. Ik leeuw in de Heilige Geest. Ik leeuw in Heilige algemeen christelijke tjerke, de mienskip van de Heilige. Ik leeuw in de verjouwing van de zonde. Het weer opstaan van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. We beginnen dan met elkaar danken en bidden. Heere God, hemelske Heid, dank u wel voor alle zegeningen die we daarin, daaruit van jou kraaien maaien. De kracht en de zons om uw werk te dwaan, betellen of onbetellen. De mensen dat we ons leven mij dielen maaien. We danken je voor de simmertijd. Lange dagen, mooi waar, een tijd van je ontspannen, vakantie houden. En Heere God, we danken voor wat jou in ons leven wijzen willen. Dat in vaste plak. Voor wat jou in ons leven wijzen willen. En dan ik, danken we voor de verhalen die dus daarover onrikt worden in de Bijbel. Wat dus daarin ik al voorleeft, wordt aan leeuwen en vertrouwen. In een als Petrus, maar net alleen de personen uit de Bijbel. Ik personen in uw leven, die dus voorleefden. Wat leeuwen en vertrouwen op jou, wat dat in een mensenleven betekende. Heere God, dank wel dat er zo op mijn leven waar ik mensen wijzen mochten, die mij dat onrichten, die het zien lieten. Leeuwen in God. Dat is een levende werkelijkheid, dat is net een verzinsel, dat is een hard feest in libben en in stieren. En Heere God, dan willen we van de media willen we jou ook bidden voor jouw kerk, in al haar verscheidenheid en in haar pluriformiteit, maar dat we dan toch in binnen in de lammen van Jezus. En dan bidden we voor het schip van de kerk, woongemeenten binnen er dit, de wind aardig in de zeil, had de wind eronder en het gaat als het sliet jagert. Maar dan ben ik een soort gemeente dat krimp is en dat het moeilijk is ambtsdragers te vinden, het is onder de wind opzielen. Maar maak je dan maar behendig en soepel.
op het tiert oerstag gaan, nieuwe wegen, nieuwe kansen, maar altijd vasthouden dat het jouw wut en jouw geest is die ons voortstuurt, die ons druwt. Heer God, we bidden voor mensen die in haar persoonlijk leven in zwier waar verzeild raadje. Als het door ziekte of als het door een burn-out een tijd lang niet werk net waan kist. Of met de centrage ga je zwargen. Moeite om de eindjes onder koord te knopen. We bidden voor haar van water spanningen binnen in relaties tussen partners of ouders en bijen. Heer God, leer u de wij van de liefde en de wij van de trouw. We bidden voor wat in haar levensboot verder matten zonder een partner. Jaren, soms wel 30, 40, 50 jaar of nog langer, gang je te geren in je huwelijks bootje. Maar dat die orde dan net meer is, hoe oors is dat alle jaar? Wat een leegte en gemis. En jou dan moed en kracht. We bidden van de wraad dat we in Libië. We nemen ik deze keer weer de oorlog in Oekraïne. Hoe het daarbij zo nou en dan geen enkel middel schuwd wordt om eigen macht en eigen wil terug te drukken. We bidden van die duizenden, tienduizenden, honderdduizenden, misschien wel miljoenen vluchtelingen in deze wraad. In vluchtelingenkampen, maar ook in opvangcentra hier in Nederland, een paar maanden hier en dan weer daar in de verkassen matten. Vluchtelingen. Op gammele bootjes op zee, maar ze nou dan ik dat ze kreperen van honger en toorst in de woestijn. Heere God, Heere Jezus, dan bidden we. Maranatha, kom gauw. Let gauw komen. De dag dat vrede en recht triomferen. Let gauw komen. Jouw koninkrijk, dat komt. Amen. Dan zal de collecte houden worden. En zongen daarna een lied, het zit in de evangelische liedbundel, maar er is ook een mooie friske bewerking van in een bundeltje lieden van Ljouwen en Langsme. O Heer mijn God, wanneer ik in verwondering. Nou, verwondering die hebben we zo nou en dan nodig. Hè. Wij moeten leren leven van de verwondering. Ja, wat als goed om die heen is, wat is het leven zelf? Dat ik ziek hel je mij. We staan er net bij stil, maar wat is de voorjocht al je leven maaien? Wanneer ik in verwondering omzocht naar de dingen om me heen en naar mezelf. Dat liet naar de collecte.
mooi lied om mij aan te sluiten. Van de morgen mocht ik in Aardegeer preken, naar Alven. Eerst in Rijtsum doen in Aardegeer. En doet we daar kleren wie in de meiden tjens. Toen zongen we hoe dat de tong erbij mij weer ligt. Maar daar weet even Sofie Rick. Boeten gebeurde dat ik. We hadden nog 10 minuten in Tjerke staan voordat we eruit gingen. Maar we zijn onze reine wazen wel heel bot weer. Nou, het is nou aardig beter. We kunnen nou wel even terug. Ja. En we mij gingen de naaie wieken in. Onder de zegen van de Heere. De genade van ons Heer Jezus Christus. En de liefde van God. En de mienschip van de Heilige Geest. Mij die wijze, mij jemme, alle keren. Amen.